en CDV is zeer zwaar. Ik zag ook zwaaiend met de armpjes dus, ik dacht, dat is eigenlijk Bingy Colibri, ze hebben ze maar kwijt, dan is er vliegen dus. Hè. Maar ik heb zo stil vermoeden dat die grote schoenen, zijn die schoenen gemakkelijk? Nia, dat is zo gelijk ze in de politiek aanvallen, hè, Nia. Zeg je het geweest? Nia. Uw kostuumje naad, doe maar vraag. Je hebt toch iets onderaan, hè? Ja. Oh. En mogen we je zeggen wat je onderaan hebt? Ja. Ja, dat mag gewoon aan eens zeggen. Ja. Ja. Kom eens, hè. Maar en uw papa die heet? Peter. Peter, het is de zoon van Peter. Peter proficiat, Manuela proficiat en we gaan ook na introduceren. Dat wil zeggen dat je na de attributen krijgt voor jeugdprins carnaval te wijden. Dat is ook een kieskeurig, hè? Ik dacht dat je in het centraal zit, hè? En dat je in het centraal elke week iets te doen is. Dat is 52 dagen per jaar dat je in het weekend al aan het feesten bent. En na bij de carnaval is het praktisch elke dag iets te doen, ga je dat aankunnen. We gaan het proberen. En, maar goed, toch even naar die kleine, want dat is onze keurmeester op het moment, hè? Ja, jongen, dat is klaar. Ah, ja. Flossie met wakker. Proficiat. Ja, we weten wie het is, we kennen er een naam, dus maar we moeten officieel nog vragen wie zijt je. Luc de Eerste. En Luc de Eerste, gierigheden onder de orde van? Eten en drinken. Zijn jullie content? Ja. Vorig jaar hadden we een goede prins en dit jaar ook. Dat seizoen kan alleen maar heel goed starten. Hè. Dat twijfel ik niet.